beste kinderrechtenfans. Uit dit boek ga ik vandaag gedichten voorlezen. Het ene gedicht is nog vreemder dan het andere. Luister en huiver. Ik zal beginnen met het eerste gedicht, genaamd De Pony. Soms wil je iets dat je nog niet hebt gekregen. Penny durft er niet naar te vragen, ze is veel te verlegen. Een duur cadeau zal niet gaan lukken, de ouders hebben niet veel geld. Een pony, dat wil ze graag, maar dat heeft ze niet verteld. De ouders balen erg, ze zijn ten einde raad. Kijk eens allemaal wat we nog moeten betalen. Maar wat moeten we dan kopen voor Penny? Geen idee, misschien bij een kringloopwinkel of... Waarom zegt Penny niets? Ze lijkt ontzettend kwaad. Ben je lekker aan het lezen, schat? In haar dagboek schrijft Penny van zich af. Ze ziet het helemaal voor zich. Rijdend op een pony in een draf. De ouders zien het dagboek liggen en besluiten te lezen. Ze weten wat hun dochter wil. Een pony, dat is nu bewezen. Oh, eindelijk, nu begrijp ik het. Ze wil een pony. De ouders nemen Penny mee. Een verrassing staat te wachten. Ontzettend blij met lieve ouders, raakt ze verzonken in gedachten. De verrassing is nabij. Staan ze nu bij een stal? Eindelijk, we zijn er. Ik heb hier een paar voorbeelden waar je uit kan kiezen. Nee, ze staan bij de kapper waar ze een pony krijgen zal. Deze is wel mooi. Nee joh! Het tweede gedicht heet het Ongeluk. Een triest verhaal. Ja, dat is wat het is. Kijk uit! Twee lieve ouders, dood door een ongeluk. Wat een groot gemis. Verdriet en tranen, naar een knuffel weer verlangen. Nu, bij nieuwe ouders, die pap en mam vervangen. Heel streng en stom, dat is wat ze zijn. Laat me met rust! Nee. Jij luistert naar je vader, hè? Geef die telefoon nu hier. Dat is niet eens mijn echte vader. Hier. Het zijn ouderwetse sukkels en ze doen mij soms ook pijn. En je gaat nu afwassen! Je gaat nu naar bed, je gaat slapen. Laat me met rust, ik haat jullie! Auw! Ik mag echt niks, ze beschermen me te goed. Waarom overkomt mij dit? Word ik soms geboet? Mijn pleegouders konden zelf geen kinderen krijgen, daarom ben ik hier. Pleegmoeder drinkt graag een glaasje wijn, pleegvader soms wat bier. Is ze niet weg, wel kan Met drank op gaan ze soms op pad, verantwoord is het niet. Straks krijgen ze een ongeluk en heb ik weer verdriet. In de garage mag ik nooit echt komen. Een oude auto staat daar. Die auto is beschadigd van een ongeluk. Oh nee! Kijk uit! Nee, dat is niet waar. Het volgende gedicht heet Uitgehuwelijkt. Mijn ouders hebben elkaar lang geleden eens ontmoet. Op vakantie in Afrika. Oh, wat hadden ze het goed. Een jaar later werd ik geboren, een hele lieve meid. Maar al snel besefte ik, mijn ouders hebben strijd. En nou, Nee, je gaat het kinderen doen! Wat doe je dan? Mijn vader wil dat ik ga trouwen met een jongen uit zijn land. Mijn kind mag zelf kiezen met wie ze trouwt! Mijn moeder denkt hier anders over en zet hem aan de kant. Ze trouwt met iemand uit mijn land, begrepen? Nou, dan kun je vertrekken, daar is de deur! Ik ben nu 10, een heel stuk ouder, mijn vader al heel lang weg. Waar blijft mam nou? Maar nu opeens staat hij voor me en neemt me mee. Oh, wat een pech. Ik ben ontvoerd, zit in een kamer, helemaal alleen. Doodsbang ben ik en wil naar huis, maar kan nergens heen. Plots hoor ik stappen op de gang, de angst giert door mijn lijf. De deur gaat langzaam open, als ik maar dapper blijf. In de deur staat een knappe jongen, de jongen van mijn dromen.
vader toch gelijk om met me hier te komen? Het laatste gedicht heet De Ongezonde Meester. Onze meester Frits is een echte vreedschap. In plaats van groente en fruit eet hij weer gebak. Eeuw. Niet zo erg, zo op het eerste oog. Doorwerken nu! Als hij maar wat liever was en wat meer bewoog. Ik zeg doorwerken! Iedere maandag tijdens de pauze is het tijd. En de bak! Hij gooit echt al ons eten weg en dat doet hij zonder spijt. In de bak! In plaats van groente en fruit en ons gezonde eten. Zo, opeten dit! Moeten we vette dingen met onze meester vreten. De snackbar is geopend! Gezond eten, dat is wat we willen. Maar als dit zo doorgaat, zijn we door niemand meer te tillen. Onze ouders klagen bij de directeur. Echt waar joh, wat is er nou mis? Maar die wijst hem geheel terecht weer naar de deur. De ouders willen niet meer voor de school betalen. Hé, kom terug, kom terug. En dat is waar de directeur en meester Frits van balen. Het is meester Frits die naar het logo van de school staart. Wat hadden de ouders dan verwacht van basisschool de slag om taart? Zo, dit was het. Dit was het weer. De film is klaar. Kinderrechten zijn belangrijk. Dat is echt waar. Denk wat vaker na en stel het kind voorop. Anders krijg je van mij persoonlijk op je kop. De bloopers komen er nog eerst aan. Dus laat dit YouTube filmpje nog even staan. Abonneer op dit kanaal, want dat is cool. En doe een duimpje omhoog, want daarmee help je ons een heleboel. Doei!